Ik denk dat het eerste omslagpunt was op het moment dat we op de vlucht moesten. Dus er kwam op de radio bericht dat die oorlog, Duitsland oorlog verklaard had. En dat gaf in eerste instantie een soort paniekreactie bij mijn ouders met name. En toen was mijn vader was blokhoofd van de, wat toen de burgerwacht heette of zoiets. Er stonden soldaten achter in de tuin. Dat kan ik me heel goed herinneren, want het was heel vreemd natuurlijk, dat daar ineens 4 Franse soldaten achter in de tuin stonden. We bleven als buurtgenoten gewoon bij elkaar, dus iedereen ging op weg. Maar de achterburen waren er waar we mee speelden, de overburen waren er waar we mee speelden. Dus wij kinderen vonden dat in eerste instantie helemaal niet zo'n probleem hoor. Dus, was het gezellig? Nou, gezellig, ja, eigenlijk ook niet angstig. Nee, je wist dat er iets gebeurde, maar de hoofdzaak ontging je, denk ik wel. En mijn oudste broer die moest met de auto rijden, dat ving je dan op, want die moest zieke en bejaarde mensen op en neer rijden, want dat werd dan uitgelegd. Want wij moesten wel ver lopen natuurlijk en dat vonden we niet zo leuk. En dan mochten we beurtelings op de fiets achterop bij mijn broers en de jongste die zat in de kinderwagen nog. De ene jongste had zo'n trekkarretje bij ons en die mocht daarin zitten. En ja, je bent op een gegeven moment moe, dus dan mochten we achterop de fiets, een stukje lopen, een stukje op de fiets. En het werd pas spannend toen we op de hoogte Rijsbergen waren. En dan heb je al flink gelopen, dus en gesjouwd en dan ben je moe natuurlijk. We gingen langs het Zwarte Paadje, weet ik wel. Daar was de nieuwe weg aangelegd, op Plaswijk heette dat daar. Heet misschien nog zo, weet ik niet. En toen gingen we in een boog zo langs Effen, Rijsbergen, richting Achtmaal. En hoogte Effen tussen, ik denk achter Effen, ik denk dat het hoogte Krabbenbos is. Toen was er werd er geschoten en toen gingen er vliegtuigen heel laag over. En dat vond je wel angstig. Dus dat gierde over je hoofd. En toen moesten we allemaal de sloot induiken. Dus was ze plat op de grond, in de sloot werd er geroepen. Dus iedereen liet alles vallen wat hij had en dook die sloot in. En er lagen mensen om je heen te bidden en die lagen met de armen over de hoofd. En wij vonden het wel vreemd, maar het was wel spannend en angstig ook wel. Dat was angstig. En dat heeft denk ik een minuut of, niet zo lang geduurd. Hoe hoog uit 10 minuutjes? Nou, toen kwam er weer werd er weer geroepen van het gevaar is over, we gaan weer verder. En toen werd het later in de middag en toen zagen we voor het eerst onze vader weer. Want die was de hele dag actief geweest met van alles en nog wat. En die zei, er is onderdak nog een goed kwartier, 20 minuten lopen. En dan hebben we onderdak, dan is er een boerderij, dan kunnen jullie slapen met z'n allen. Nou, daar zijn we toen aangekomen. En ik herinner me wel, het was een poort. En daar waren al die mensen al doorgegaan. En ik denk ook het vee, dus dat was een vieze vloer en dat gleed een beetje weg. Maar goed, er kwam een hele grote stal en er lag stro en iedereen kreeg een soort hoek toegewezen om te kunnen slapen. Dus gezin bij gezin, zeg maar. En toen we eenmaal geïnstalleerd waren, toen werd er afgeroepen dat er eten was. En toen kregen we dus aardappelen met stroop en boter. Nou, je barstte van de honger natuurlijk, dus dat vond je allemaal geweldig. En toen ging iedereen, kroop in de stro te slapen. Tussen Achtmaal en Zundert, zeg maar, achter Achtmaal. Toch een eind gelopen hoor. Ik weet wel nog dat 's avonds, toen was dat eten achter de rug. En toen kwam mijn broer met mijn vader terug met de auto. En toen zei ze, die moeten we verstoppen, want dat is een doelwit op dat erf. Dus toen werd die auto, die werd onder de hooiberg gestopt. En dat vonden wij ook allemaal wel geweldig, eigenlijk. Want dat zou anders, die mocht niet zichtbaar zijn. Die moest gecamoufleerd worden. En dus hebben jullie daar mee geholpen? Daar hebben we allemaal maar mee geholpen, dus dat werd een grote berg en daar zat die auto onder. Nou, toen de volgende dag werd er weer brood uitgedeeld. En toen kwam er al heel snel bericht dat we terug konden, dat het gevaar geweken was. Omdat dus, de Duitsers al in de stad zaten, dus dat was heel snel eigenlijk. Terugweg herinner ik me weinig van. Ik weet alleen toen we thuis kwamen dat het hele huis vuil was, rommelig. Alle meubels waren van de plaats. Alle lakens waren uit de linnenkast getrokken. Heel vreemd. En er was wat kleine snuisterijtjes waren verdwenen van zilverwerk, zeg maar. En wat dan mijn moeder als een wonder beschouwde, dat was, we hadden van die apostellepeltjes en er lag er één onder het vloerkleed en dat was Petrus. Dus mijn moeder zegt, Petrus heeft op het huis gepast. Dat zijn zo van die gekke dingen, die blijven je dan dus bij, zeg maar.